Jurie Havik, kwalificatie gereden. Hoe is dat in zo'n wedstrijd? Want je moet goed opletten volgens mij. Ja, zeker. Het enige wat je niet wil is een valpartij. En ja, die gebeurde nog wel met Dion Beukenboom, een ploeg maar bedreigen voor mij. En ja, daarvoor ging je nog een paar keer in aanval om een beetje uit het gedrang te zijn. Maar uiteindelijk werd het toch een sprint en ja, gingen we vrij makkelijk door als je eenmaal van voren geplaatst zit. Ja. Waar let je op in zo'n wedstrijd? Nou ja, vooral dat er niet meer dan 8 of 8 wegrijden, zodat je wel bij de eerste 8 zit. En voor de rest, ja, je wilt het liefst zo zuinig mogelijk door. Ja. Alleen, ja, dat lukt niet altijd als je in een relatief sterke serie zit, vond ik wel. En gelukkig was ik door dus. Ja, maar een klein groepje dat wegrijdt kan ook nog gevaarlijk zijn, want dan blijven er niet veel over om nog voor te blijven. Nee, precies. Stel, er rijden 4 of 5 weg, moet je toch bij de eerste 3 sprinten. Dus dan kan je maar weten waar die eerste 4 of 5 zitten. Ja, en ook nu was het nog spannend, want jullie kwamen allemaal op de lijn binnen zo'n beetje. Ja, precies. Ik zat in het tweede wiel achter Dion en ja, dan weet je wel dat er niet meer dan 6 over je heen kunnen komen. Ja. Maar er waren toch veel die naast elkaar zaten. Ja. Vanavond de finale, hoe ga je die in? Ja, dat is een beetje zien hoe de koers verloopt, maar ja, als er een paar een rondje pakken, dan zijn de medailles weg. Dus dan moet je wel mee in de aanval. En ja, ik kan altijd nog sprinten. Dus, Jouw doel? Ja, het doel is winnen, maar het podium is altijd goed.